Hi en welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ben Bushka en vandaag gaan we het hebben over hoe je nou het beste vintage kleding kunt kopen. Voordat we aan de tips beginnen en dat ik jullie vertel hoe ik het in ieder geval aanpak, is het denk ik goed om even stil te staan bij wat nou vintage kleding is. Tegenwoordig wordt die term best wel vaak gebruikt, ook al voor tweedehands kleding. Maar wat is nou het verschil? Het verschil zit er gewoon simpelweg in hoe oud is een kledingstuk. Vintage is minimaal 20 jaar oud. En dus dan moet je denken aan de jaren 40, 50, 60, 70, 80, maar ook jaren 90 inmiddels. Tweedehands is gewoon puur eigenlijk dat een kledingstuk gewoon niet meer nieuw is of nieuw is, maar tweedehands gekocht of verkocht wordt. Het is natuurlijk wel goed om te weten van wat je koopt, want het heeft ook wel met prijs te maken. Kijk, een tweedehands kledingstuk is goedkoper dan een vintage kledingstuk. Daar betaal je natuurlijk iets meer voor. De kwaliteit is beter, het is ouder, er is veel meer moeite gedaan om het te selecteren. Dus dan kan de prijs natuurlijk wat hoger liggen. En het is een beetje lullig als je het verschil niet weet en je denkt, hey, ik koop een vintage stuk. Je betaalt er veel voor en het blijkt gewoon een tweedehands kledingstuk te zijn. Dus het is goed om te weten wat het verschil is. Toen ik jaren geleden begon met vintage kopen, een van de eerste dingen die ik losliet waren maten. Kledingstukken die lang geleden gemaakt zijn, hebben vaak een hele andere maat. Daarnaast wordt vintage kleding ook over de hele wereld natuurlijk ingekocht. En bijvoorbeeld Italiaanse maten zijn heel erg anders dan de Nederlandse maten of de Europese maten. Ik heb me toen in mijn jaren 20 ergens in een vintage winkel in Milaan enorm vergist. Ik had volgens mij een rokje gezien, maat 38. Ik dacht, oh ja, zonder bij na te denken. Oh ja, dit ga ik gewoon even passen. Nou ja, en toen ontdekte ik dat hij natuurlijk veel te klein was. En dat zag ik niet direct meteen, want ik dacht, oh ja, dit lukt me wel. Maar bijvoorbeeld in Italië heb ik gewoon maat 42. Best wel een groot verschil. Even kijken, ik heb deze onlangs gekocht. Dit is bijvoorbeeld maat 44. Je dat kunt zien, ja. Maat 44. Als ik nu naar de winkel zou gaan en ik pak een broek uit de schappen maat 44, ja, dan is het gewoon echt te groot voor mij. Maar deze broek is, komt uit de jaren 80. En ja, dan is maat 44 betekent iets heel anders dan wat het nu betekent. Dus nogmaals, maten, daar kijk ik gewoon echt niet meer naar. Maar wel naar de pasvorm. Al moet ik zeggen dat ik deze broek, toen ik hem ging passen, dacht ik, ja, is dit echt iets voor mij? En is deze pasvorm, past het bij mij? En dat is denk ik ook wel leuk om bepaalde ideeën ook wel los te laten. Kijk, het is belangrijk om je lichaamsvorm te kennen. En te weten wat voor kledingstukken er het beste bij jou passen. Dat is super belangrijk. Maar soms is het ook gewoon leuk om bepaalde dingen uit te proberen. Ik bedoel, ja, je gaat toch passen. Waarom probeer je die broek niet uit? Dus ik was wel aangenaam verrast dat deze broek zo goed stond. Dus ik liet en de maat los. En in dit geval liet ik ook de pasvorm eventjes los. En soms kan een kledingstukje gewoon enorm verrassen. Even kijken naar een ander kledingstuk. Deze heb ik ook onlangs gekocht. Ook een jaren 80 broek. Of nou ja, Bermuda short is het eigenlijk. En wat voor maat staat hier bijvoorbeeld in? Ja, hier staat maat 42 in. En ik had trouwens uiteindelijk het label, het merk opgezocht. Laurel. Ik kende het zelf niet, maar het is dus een jaren 80 merk. En moedermaatschappij van Laurel is Escada. Dat is natuurlijk wel een bekend jaren 80 brand. Wat super belangrijk is bij vintage kleding is passen, passen, passen. Heel veel passen. En daardoor krijg je beter een gevoel bij de verschillende pasvormen. Je krijgt ook een beter idee van wat staat mij, wat past bij mij. En wat ik al net zei, soms is het leuk om het even los te laten. Maar goed, over het algemeen wil je natuurlijk gewoon slagen. Wil je niet heel veel kledingstukken meenemen naar de paskamer en niet slagen. Of heel veel kledingstukken via online bestellen en dat je alles retour mag sturen. Want daar zou ik wel checken, want heel veel dingen mogen niet retour. Dus dat wil je natuurlijk niet. En hoe meer je past, hoe meer je begrijpt hoe dingen jou staan. Van wat voor materialen het gemaakt is. Daar ga ik zo direct nog even bij stilstaan. En hoe dat valt. Als het om materialen gaat, kijk ik eigenlijk het liefst altijd naar zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Soms kan dat niet. Soms zijn er inderdaad wel mix
in materialen gemaakt. Dan heb je bijvoorbeeld een synthetische stof gemixt met een natuurlijke stof. Ja, ik ben daar een beetje flexibel in. In principe screen ik eigenlijk op de meest natuurlijke stoffen. Denk aan katoen, linnen, leer, zijde, viscose, daar kijk ik ook wel naar. Het is natuurlijk natuurlijk, maar wel, ja, er zit wel een chemisch proces aan. Dus het is niet 100% natuurlijk, maar goed, dat geldt voor katoen eigenlijk ook niet. Ik doe langzamerhand, kijk ik ook steeds meer naar biologisch katoen. Alleen als het gaat om vintage kledingstukken is dat natuurlijk even wat lastiger en laat ik dat eigenlijk een beetje los. Dus ik kijk voornamelijk op wol natuurlijk. Dat was ik vergeten. Ik kijk ook naar kledingstukken die uit wol bestaan. En het heeft te maken met dat synthetische stoffen natuurlijk niet heel erg lekker ademend zijn. En dat is natuurlijk minder goed voor je lichaam. De meningen zijn verdeeld over dit onderwerp. Het is ook niet dat ik echt als ik iets heel tof zou zien van polyester bijvoorbeeld, dat ik dat echt niet zou kopen. Alleen omdat het dus minder lekker ademt, denk ik daar bijvoorbeeld wel na over van... In de zomer zou ik dat dus echt nooit dragen, omdat ik het dan gewoon bloedheet heb. Als het een blouseje is, ja, en ik kan hem in de winter dragen en het is, ja, van een synthetische stof. Ja, dan kijk ik gewoon hoe verliefd ik op het kledingstuk ben. En dan vind ik het in de winter misschien ietsjes minder erg. Wat ik ook vaak doe, is dat ik bepaalde kledingstukken buiten het seizoen koop. Niet altijd. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen video, ik zal hem hier even boven linken, heb ik een zomerjurkje gekocht. Die heb ik nu ook aan. Kan je ook zien. En ik had een soort van, ik weet nog steeds niet hoe ik het moet noemen. Het is dus geen blouse, het is geen jasje. Volgens mij is het een jacket of jacket of weet ik veel. Volgens mij is er een woord voor. Ik zal hem eventjes pakken. Het ging om dit blouseje. Ik weet niet. Laat even weten als je weet hoe ik dit moet noemen. Ik weet gewoon niet hoe ik het moet noemen. Nou, dit is wel echt een herfstitem. En ik dacht, ja, oké, ik kan hem laten staan. Maar die is echt zo mooi met die kleurencombinatie en die bloemen. Maar ja, weet je, over een paar weken... Ja, we zitten natuurlijk nu alweer in juli. Ergens in september kan ik hem denk ik best wel weer aan. Dus ik kijk ook wel naar kledingstukken buiten het seizoen om. Want bij vintage kleding kan ik ook niet zeggen van... Oh ja, ik ga in september wel nog een keer kijken en dan koop ik hem dan. Ja, dat gaat niet, want dan hangt hij er niet meer. Dus daar ben ik wel een beetje flexibel in. En anders I will cry, 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 cry later. Online vintage shoppen versus naar een fysieke winkel gaan. Persoonlijk... vind ik het heel erg leuk om naar een fysieke winkel te gaan. Ik was laatst bijvoorbeeld bij Indianenweg. Ik zal de video ook hieronder linken. En ze hebben ook een online webshop. En daar kan je natuurlijk ook die jurken zien en alles wat ze een beetje aanbieden. Maar dat, ten eerste is dat echt een fractie van wat er in de winkel hangt. Of in hun winkels hangt. En daarnaast is het een heel ander gevoel wanneer je echt zo'n vintage winkel binnenstapt. Je kan de stoffen aanraken, weet je wel. Je kan echt rondkijken. Er is altijd veel meer te zien. Vergeet ook niet boven te kijken. Ik heb wel eens in de rij gestaan uiteindelijk om iets af te rekenen. En toen keek ik voor me heen en toen dacht ik, oh, er hangen ook allemaal dingen nog boven. Dus vergeet inderdaad niet op planken te kijken of juist beneden. Vaak hebben ze bijvoorbeeld hele leuke... sjalen in een doos gedaan of in een bak gedaan en dat staat beneden. Dan moet je er wel gewoon eventjes, ja, lekker doorheen. Wat fijn is aan een fysieke winkel is dat je natuurlijk, ja, kan passen. Dus bij online is het heel erg belangrijk om de afmetingen op te vragen. Dus niet naar de maat te kijken, want de maten zeggen dus niks. Maar echt aan de verkoper te vragen, ik wil heel graag de afmetingen van de kledingstuk. Schouders, et cetera. En pak een kledingstuk... die je al hebt en meet het gewoon. Dan weet je precies hoe een kledingstuk gaat vallen. Denk ook na over stoffen. Ik heb ook wel eens iets gepast dat ik dacht van nou oké, volgens mij klopt dit wel qua pasvorm. Alleen realiseerde ik me niet dat de stof absoluut niet meerekt. Daar kwam ik er gewoon niet in. Daar zou ik ook eventjes goed over nadenken. Wat voor stof, wat voor materiaal het gemaakt is. En ja, zit er rek in, ja of nee? Dat zou ik ook eventjes navragen. Vergeet niet, wanneer je in een vintage winkel bent, om bij de mannenafdeling te kijken. Daar kunnen ze best wel natuurlijk leuke blouses hebben, blazers, misschien ook wel truien. Dus vergeet ook niet daar te kijken en naar de kinderafdeling. Ik zie steeds meer vintage winkels met vintage
kinderkleding. En dat vind ik echt heel erg leuk. Dus daar hangen tegenwoordig ook gewoon hele leuke toffe dingen tussen. Dus vergeet je eigen kids niet. Voor mij is het echt een feestje om naar vintage winkels te gaan, naar tweedehands winkels te gaan, omdat ik dus eigenlijk niet weet wat er hangt. En ik vind dat juist heel erg leuk om aan de hand te gaan, om te kijken wat er is, om op zoek te gaan naar die leuke parels. Dus wat ik eigenlijk altijd probeer te doen, is mijn tijd te nemen. Denk niet van, oh ja, ik browse wel eventjes heel snel en ik kijk gewoon, ik stap de winkel in en ik kijk wel of iets mijn aandacht trekt. Nee, je zult echt door de schappen moeten gaan. Goed kijken, goed passen, neem je tijd, pas nog een keer als je twijfelt. Kijk goed naar inderdaad of de rits goed werkt, of de knopen er goed op zitten, weet je wel. Of, ja, of het allemaal wel klopt en goed is, want het is een beetje zonde als je het alsnog daarna nog naar de kleermaker zou moeten brengen. Dan moet je weer extra kosten maken. Maar echt, mijn tip is neem je tijd. Neem je tijd. Ga lekker browsen. Ga lekker kijken. Kijk goed dus om je heen. Wat ik al zei. Kijk naar boven. Kijk naar beneden. Daar ligt altijd best wel veel in vintage winkels. En dat kan soms een beetje overwhelming zijn. En daarom is het juist goed om lekker rustig de tijd te nemen. En echt lekker goed door die rekken heen te gaan. En have fun with it. Vintage shoppen is zo ontzettend leuk als je daar eenmaal aan begint. Ja, werkt het wel een beetje verslavend. Omdat je natuurlijk altijd op zoek bent naar, maar stel je voor dat ik weer iets vind wat helemaal bam, weet je wel, te gek is. En dat is denk ik gewoon heel erg leuk. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon goed voor het milieu. Ik bedoel, er bestaat echt al zoveel kleding op deze wereld. Het is volgens mij een heel goed idee om gewoon kledingstukken een tweede of een derde of misschien wel een vierde leven te geven. Dus have fun with it en wees gewaarschuwd, want het werkt verslavend. Dit zijn in ieder geval mijn tips. Dit zijn dingen die ik altijd hanteer wanneer ik vintage ga shoppen. Ik hoop dat je je daarmee een beetje kan helpen. Want ik krijg namelijk best wel vaak de vraag van, ja maar het lijkt me zo leuk, maar ik weet niet hoe dan, waar dan, wat moet ik doen, waar moet ik op letten. Dus vandaar deze video om jullie vragen te beantwoorden. In de vorige video, als je die gezien hebt, heb ik aan het einde gezegd dat ik deze week dus eigenlijk naar een vintage winkel in Amsterdam-Oost zou gaan. Dat is helaas door omstandigheden niet gelukt. Maar ik beloof je dat ik volgende week weer een video heb en dat ik lekker naar een vintage winkel ben geweest. Als het goed is, ja, ik moet niet te veel verklappen, maar als het goed is buiten Amsterdam. Heel veel zin in. Dus vergeet absoluut niet te abonneren. Vergeet niet deze video te liken en het belletje aan te zetten. Want dan krijg je namelijk een notificatie wanneer ik een nieuwe video post. Dat zal dus wel volgende week zijn. Maar dan krijg je gewoon een automatische melding. En dan kan je hem weer bekijken. Dan kan je hem niet vergeten. Ik ga volgende week weer lekker vintage hunten. En ik hoop dat ik natuurlijk weer hele mooie toffe dingen ga vinden. Dus vergeet niet te kijken. En voor nu bedankt voor het kijken. En ik zie je volgende week. Ciao! Oh,